Ga er maar in. Haal vast. En uit. Goed zo. Nog een keer. Ik vind het belangrijk om mee te werken aan dit soort dingen, omdat we denken dat mensen de impact van astma niet goed zien en zich weinig realiseren hoe heftig dat kan zijn voor ouders en kinderen. Ik denk dat mensen heel snel geneigd zijn om te denken, oh, dat is een kind met een puffertje en dan gaat het wel weer. Terwijl dat is niet hoe het gaat. En ik denk dat er echt ontzettend veel kinderen zijn die daar last van hebben en die niet geholpen zijn met alleen even een puffertje. De momenten dat het wel last heeft is bij de zwemles of bij heel actief sporten of een beetje aan het einde van de dag als er gewoon al heel veel is gebeurd en hij naar school is geweest en naar de opvang dan meestal zo rond een uur of vijf dan merk je dat hij veel ademt, snel ademt en zijn armen een beetje achter zijn hoofd doet. Dus dan probeert hij wat meer ruimte te creëren in zijn borstkas en dan gaan we eigenlijk altijd even tellen hoe snel zijn ademhaling is en die intrekkingen heeft en nou, dan krijg je een puff, hè, Iep? Want zelf vind jij nooit dat je benauwd bent, toch? Nee, Iep vindt nooit dat hij benauwd is. Ook niet in het ziekenhuis. Ik denk dat het heel belangrijk is om met name voor de kinderlongziekte ook aandacht te vragen. Omdat daar vaak levenslange problemen aan zitten. Dat zie je ook met het jongetje in deze film. Dat die problemen ook groot zijn. En als je het vergelijkt met volwassenen, denk ik soms zo. Als je ziet hoe benauwd die kinderen zijn en hoe ziek en hoe we ze echt voor de hele grote ellende weg moeten slepen. Dat wordt nu heel duidelijk in coronatijd bij volwassenen, maar dat is ook heel evident bij de kinderlongziekte. Dat zie je nooit zo in beeld. Maar daarom doe ik mee om dat duidelijk te maken dat het echt een hele belangrijke groep is in Nederland die aandacht verdient.